dat vind ik gewoon mooi. Dus. Is het een speciaal iets? Het is geen wietplant hoor. Nee. Sommigen vragen dat, maar dat is het niet. Wat is het geen wietbloem. Ja, fantastisch. Oké, wat is dat? Het is een zwaan met een achtergrond van een zakkende zon. Zwanen zijn een paar voor het leven. Nou, dat denk ik bij mijn man ook. Okay. Dat hoop ik dan maar, hè? Ja. Ja. En wie is je man? De kleine dreukeltje daar. Je vrouw heeft net over je op zitten scheppen. Ja. Dat het even geliefd is zo'n beetje. Dat ja, dat klopt. Dat klopt. Ja. Ja, er komt niks meer tussen. Er komt niks meer tussen? Nee, dus gewoon niet proberen. Maar ik mocht wel even dat ding naar beneden halen. Ja, dat mag, ja. Maar hoe oud waren je dan toen je elkaar leerde kennen? Ik was 14. Zo. Ja. En jij? Ik was 16. Zo. Ja. En nog even verliefd, hè? Nog steeds? Ja, nog steeds. En toen zeg al die mevrouw, die had nog geen titties. Die had nooit geen? Titties. Titties? Nee. Want toen was 14 natuurlijk, dat ben je nog heel plat, hè? Ja. En met als ze net als ze iets ouder worden, dan worden ze groot. En als ze nog ouder worden, gaan ze hangen. Maar er was één tatoeage die je niet wilde laten zien. Nee. Waar zit die? Hij zit niet op mijn hele, maar hij zit onder op mijn rug en die loopt door in mijn bilspleet. Oké. Ja. Mag ik weten wat er zit? Engel des doods zit daar. Die gaat op een trap naar beneden, maar ze staat bovenaan, hè? Okay. En dan hoop ik ook nog jaren dat ze daar blijft staan. Je mag een klein stukje, maar niet tot in de bilnaad. Oké. Ja, dat is wel dreigend. Mooi hoor. Ja. Hey, en die trouwring, mag ik nog eens zien? Ja. Want is dat... Ja, dat is een bepaalde cultuur, de Unalum. Je begint je levensloop, wordt die onstuimig, dan word je wat rustiger en dan kom je je maatje tegen en dan blijft hij rustig. Of hier staat mijn naam in die taal en hier staat Erna en mijn maatje heb hem. Die stip hier en dit heb ze aan die kant. Het maatje bedacht, hè. Oké, en dan luister je ernaar? Ja. Ja, je motto, je kan het niet trouwen. Ja. En bestaat dat ook in je trouwring? Of is dat, nee, dit is een trouwring. Oh, dus ik heb er niks anders. Oh, dat is de trouwring. Ja. Namaste. Wat betekent dat? Het is eigenlijk een beetje een goddelijke groet. Goddelijke groet. Dat je eigenlijk iedereen een beetje het beste wenst. Oké, dus je bent een heel positief mens eigenlijk. Ja, maar eigenlijk wel ja. Ik gun iedereen wel het beste. Ik heb er hier eentje, een hartje. Is dat... En waarom heb je daar een hartje? Omdat mijn oma heeft een diamond heart. Dus ik heb een diamond heart getatoeëerd voor mijn oma. Mijn oma helpt ons altijd als we het moeilijk hebben en ze is heel goed voor ons. We kunnen er altijd terecht. Dus ik heb een diamond heart voor mijn oma getatoeëerd. Leuk. En ik heb hier nog een roosje. Die heb ik voor mijn verjaardag gekregen vorig jaar van mijn moeder. Mijn zus heeft ook een roos op haar pols en mijn moeder op haar voet. Mijn zus, Renata heet ze. En waar is je zus? Die staat naast me. Hoi. Dat is de roos, waarom ik de roos heb gezet. Dus dat schept een band? Ja. Ja. En ik heb hier de geboortedatum van het geboortejaar van mijn moeder. En ik heb hier, ik hou van je in het Spaans. Okay. En waarom in het Spaans? Mijn moeder die komt uit Venezuela. Okay. Dus vandaar, en ik heb hier de naam van mijn moeder. Mama, je bent de liefste van de hele wereld. Mama, de allerliefste van de hele wereld. Hij vindt het een versiering en wij vinden het een verminking. Maar goed. Oké. Okay. Oh, mooi. En wat is het? Het is eigenlijk een wolvenkop met het logo van mijn favoriete band erin verwerkt. En wat is je favoriete band? Parkway Drive. Een metalband. Oké. Okay. Dus ja. En hoe lang heb je dit al? Deze heb ik nu, denk ik, anderhalf maand, twee maanden. Juni. Ja, niet zo heel lang, dus... En waarom heb je hem gezet? Heb je daar lang over nagedacht? Ja, ik heb echt al lang over na zitten denken, maar ja, als papa en mam houden er allebei niet van. Dus dat is eigenlijk een beetje een kwestie van wel niet. Maar uiteindelijk heb ik toch gezegd van, ik ga het toch doen. Want hoe oud ben jij nu? Nou 21. Oké. Okay. Dus...
deze heb ik sowieso gezet met mijn vader samen. Dat zijn eigenlijk onze namen en van moeder, vrouw, kinderen, allemaal met de R en een M. Dat we eigenlijk alles gekoppeld hebben in één tatoeage. Wat heb jij dezelfde? Ja, deze. Die staat de mijne in de nek. Kijk, hij heeft hem dan wat... R en M, waar staat dat voor dan? Dat zijn mijn zonen, Roy, Martijn en Michael. Zo, die is mooi, die wolven. Dus. En heb je iets met wolven? Nee ja. En dat andere, dat was mijn hond. Die heb ik 13 jaar gehad of zo. Ja, ik heb ze wel in het zicht. Die heb ik ook kruis. Maar dat is, hoe moet je dat zeggen? Ik had dat was eigenlijk niet mijn bedoeling geweest. Die heb ik in een café laten zetten, omdat ik snappie op had. En de volgende dag werd ik wakker en deed mijn nek zien en er stonden er twee tato's. Willy had hem op zijn hand laten zetten natuurlijk, maar ik in mijn nek. Heb je spijt van? Nee. Nou, mooi. Ik heb het gewoon... Ik zou liefst nog meer willen, maar ja. Het raakt op, hè. Het raakt op? Ja, de plek, hè. Laat ik zo. De plek, hè. Eens nooit op. Van je vrouw mag je ook nog steeds doen? Ja, hoor. Maar mijn vrouw is zelf ook helemaal vol, dus...